nummer 2 van het EK. En zeker weer kandidaat voor een eventuele wereldtitel. Dan komt de 100 meter. In 11.23 en 11.27. En daar gaan ze. De een klokt nog iets meer dan de ander. Maar dat wil niet zeggen dat ze dan, als je harder klokt, dat je harder gaat. De techniek is zeker op deze baan in Calgary van belang. De technische rijders komen hier ook beter uit de verf dan de vechters. Moser die finish in 41.62 en Prokasheva 41.84. Snelle tijd.